Zo, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van My Feyenoord Carrière hier op FC Nederland. We gaan verder waar we de vorige keer gebleven waren. En dat is, het is bijna winterstop, laten we dat zo zeggen. We moeten nog een wedstrijdje tegen Utrecht gaan spelen, wat echt een fantastisch spannende wedstrijd wordt, kan ik je alvast zeggen. Dus blijf zeker kijken. En daarna gaan we nog spelen tegen PSV. Net als de vorige keer speelden we ook tegen PSV, toen voor de beker en nu dus voor de competitie. Het wordt dus ook transferperiode. Ik ga je over klappen. Ik ga echt een fantastische speler kopen. Het is echt een fantastische speler. Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Het is een Nederlander, dat in ieder geval wel, want we hebben al genoeg buitenlanders gehaald. Ik wil er niet een heel vreemdelingenlegioen van gaan maken. En dus besloot ik om in ieder geval weer een Nederlander te gaan kopen. Die is eerder door één van jullie in ieder geval aangeraden, door meerdere van jullie aangeraden. En dus besloot ik om hem te kopen. En ook waren er wel eens wat comments van, joh, ga nou niet te veel buitenlanders halen, doe nou ook gewoon af en toe eens een Nederlandertje. Nou, hopelijk voldoen we dus aan al die wensen en probeer ik iedereen in die zin een beetje te vreden te houden. Maar we gaan dus naar die spannende wedstrijd tegen FC Utrecht. Hebben we hier Narsing aan de bal. Narsing, wat gaat hij doen? Die is natuurlijk snel. Legt hem op Martinez en die scoort de 1-0. Lekker man. En we staan al vrij vroeg in de wedstrijd op een voorsprong. Martinez hier ook. Doet even een mooi dansje erbij. Hoppatee. En Narsing met een goede assist. Natuurlijk. En dus staan wij voor in Utrecht. In de Galgenwaard. Narsing hier ook. Narsing. Niet Narsing. Narsing. Met een goede actie. En dus een goal. Maar goed, wat ik al zei, het wordt een spannende wedstrijd. Hier hebben wij Utrecht in de aanval met Kerk. Kerk met de voorzet. En er is een kopbal en die gaat net naast. Gelukkig voor ons gaat die er niet in. En zo blijven wij nog op een voorsprong. Dan Martinez hier. Martinez op Almada. Almada die moet hier natuurlijk gaan scoren. Nope. Maar dat doet hij niet, want de keeper houdt hem tegen. Slecht ingeschoten. Dan Utrecht weer in de aanval met Emanuelsson op Dalmau. Dalmau naar Maher, terug naar Dalmau. Strieder wordt hier aangespeeld. Dan IE moet die bal wegwerken. Klote bal, dat is een klote bal, man. Okay, jongen, wat doe je nou? Het loopt er allemaal weer te kutten en het staat 1-1. Het is niet te geloven. Edgar, wat doe je, man? Wat een klote bal. En het is Utrecht dat op een 1-1 komt. Zo, en we zijn de tandarts. Je meurt het je muil, gek. Maar goed, hier, we maken natuurlijk een enorme fout. En Utrecht straft het af. En dan staat het 1-1. Dan Utrecht weer in de aanval. Hier met Kerk en Strieder. Die spelen de bal de hele tijd naar elkaar. Dat schijnt handig te zijn. En dan is het hier Vermeer die daar gelukkig goed op staat te letten. Maar Vermeer, wat doe je nou, lul? Is dat niet te geloven, man? Je gooit die bal niet goed. Er is een troepé hier, de rechtsback. Die gaat de 16 binnen en die legt hem op Kerk. En hop, en we houden hem tegen. En dan krijgt de bal weer terug. En zo zit hij er alweer in. En zo staan we deze met 2-1 achter. Eerst Edgar in de fout, nu Kenneth Vermeer in de fout. Het is niet te geloven, maar we lopen de partij te blunderen achterin. En Utrecht straft dat af. Hier wordt hij nog tegengehouden. Dan zwak ingrijpen van nummer 19. Dat is Leroy Fair, denk ik. Dan staat het 2-1 achter. We gaan in ieder geval naar de tweede helft. Is het hier een overtreding van een Utrecht-speler? Ja, ik dacht dat het wel meeviel, maar goed, overtreding. Martinez die gaat die bal nemen. Nou, dat wordt wat. Let maar eens op. Kom op. Martinez schiet op de red, jongen. Kom op, je kan het. En godver, wat een pisbal. Kan toch niet? Betaal je dan miljoenen voor? Zo'n pisbal, maar goed. Almada dan. Hier ook de 16 binnen. Wat gaat die dan doen? Hup, naar binnen. En die scoort hem. Nope. Dan ook niet. Schiet hem er nou in. Hij moet erin. Utrecht in de aanval. Nou, zal je net zien. Dan gaan we nog eens scoren. Nee, Hapsi zit het. Nou weer. Wat is... Godverdomme. We krijgen een vrije trap tegen. Er gebeurt toch niks? Nou, Utrecht. Hop, met een vrije trap. Die schiet hem iets beter. Vermeer houdt hem gelukkig tegen. Haps dan hier in de aanval. Kom op jongen, even naar voren rennen. Want we zitten al in de 85ste minuut. We moeten opschieten. Ik wil niet verliezen. Dat zou de eerste keer zijn dat we verliezen. Dat kan natuurlijk niet. Nou, Hapsi die is het daarmee eens. Die rent naar voren. Geeft die bal aan David. En David, hoppatee. Die schiet op dwars door het net heen. En het is 2-2. Gelukkig maar, want ik ga het verliezen. Daar heb ik geen zin in. En dus, ik kom dit wel heel erg lekker uit. Zo, net voor het einde van de wedstrijd maken we in ieder geval de gelijkmaker. En we hebben in ieder geval nog een puntje, of niet? We hebben nog een momentje, want daar gaat de inval uit de La Vega. Die kan gewoon 1-1 op de keeper af, jongen. Het is blessuretijd. En lekker man. Die schiet gewoon nog even de 3-2 binnen ook. En zo winnen we gewoon alsnog hier in de Galgenwaard. Klein beetje gestolen overwinning misschien. Zo voelt het wel. Maar ook niet.
vertellen. Oh, wat heerlijk was dit, jongens. Ik was zo blij toen ik deze goal scoorde. Niet te geloven. Het is de La Vega Hero. Pam, via de paal. En 3-2. En het is afgelopen. En we hebben gewonnen. Was het terecht? Nou, het ging een beetje gelijk op. Utrecht iets meer kansen, wij iets meer balbezit. Maar we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. 3 punten gewoon mee. Want het was wel een topwedstrijd, want Utrecht stond gewoon 5e. Die stond maar een paar puntjes achter ons. Als ze gewonnen hadden, hadden ze er voorbij gegaan. Dan gaan we eens even naar de spelers kijken die wij op de lijst hebben staan. Zien wij hier onze held Villalba. Die zit inmiddels bij Levante, dus die kunnen wij niet kopen. Helaas pindakaas. Locatelli, Idrissi staat erop. Advincula. Kudetti, Meijer, Svensson. Jongens, nou, jullie kunnen het zien. Kerk, daar speelden we net tegen. Tonali, Berardi. Tonali is trouwens wel een leuke speler hoor. 19 jaar pas, zit nog steeds bij Brescia. Maar hij is wel heel duur. We kunnen hem niet betalen, dat is jammer. Maar goed. Al deze spelers zijn dus ooit door jullie in ieder geval een keer aangeraden. Ik zat dus een beetje te kijken naar de Nederlanders. En wat hebben we nou precies nodig? Nou, aanvallers hebben we denk ik voorlopig eventjes niet nodig, want we hebben genoeg aanvallers. Middenvelders zouden we wel kunnen gebruiken in mijn optiek. Want ja, ik ben niet zo'n fan van Ver, om eerlijk te zijn. Hij doet het niet slecht, maar hij valt ook nooit op of zo. Hij pakt niet heel veel ballen af. Hij geeft nooit echt hele fantastisch goede pasen of zo. Dus ja, ik had zoiets van, misschien moeten we gewoon een vervangertje voor Ver gaan halen. Want hij wordt natuurlijk ook al een dagje ouder. Hij is 29. Nou, je weet allemaal, als je in FIFA 30 geweest bent, dan gaat het echt gewoon met je rating. Dan is het gewoon afgelopen, klaar. En dus dacht ik, we gaan gewoon voor Koopmeiners van AZ. Die speelt ook op dezelfde positie als Ver. En dus dacht ik van, nou, dat lijkt me wel leuk. Verdonk, die is klaar met zijn leenbeurt bij Twente. Maar in FIFA hadden ze nog niet verwerkt dat hij dan naar Amerika gaat in de winter. Dus kon ik die als ruilmiddel aanbieden. Plus 14 miljoen. Het is een pot veel geld. Maar goed, weet je, dat geld, wat doe je er anders mee? Als je er geen spelers van koopt, doe je er helemaal niks mee. Dus hoppatee, moet gewoon weg. Geld moet weg. En we moeten gewoon nieuwe spelers hebben. Want Koopmeiners is gewoon 77 rated en Ver 73. Dus Koopmeiners is gewoon 4 punten beter. En dus gaan we er gewoon op vooruit. We hebben een jongere speler die beter is. En dus gaat Ver naar het B-elftal. Dat houdt het in. Dan zou Burger op de bank komen daar. Het is niet anders. Maar goed. Als we beter willen worden, sterker willen worden, moeten dat soort keuzes gemaakt worden. En is het Almada die hier al overkopt en is het helaas nog 0-0. Maar we spelen nu dus alweer tegen PSV. Dit keer voor de competitie. En wij, mooi slow-mo, maar hij ging er nog steeds niet in. Dan Almada hier alweer op rechts. Gaat daar Narsing, denk ik. Maar Koopmeiners wordt hier aangespeeld. Die wordt eerst aan de bal. Hier jongens, in onze fantastische aflevering. Koopmeiners, wat een heerlijke paas, jongen. Wat een heerlijke paas voor 14 miljoen, zo'n paas. En Narsing die mist. Shit, dat is nou jammer. Nee, goed. Koopmeiners is natuurlijk niet de speler die de goals gaat maken. Hè. Misschien wel eens een assistje of zo. Maar die moet gewoon belangrijk zijn. Net een staapje op het middenveld. Ballen veroveren. En dan snel voortzetten. En dan gewoon lekker zo aan spelen toekomen. Maar het ging bij Ver af en toe nog wel eens een beetje mis. Maar goed. Vermeer hield daar een goede bal eruit. En dus blijft het nog even 0-0. Dan wordt David hier weggestuurd. Viergever zit erbij, maar die is te traag. David gaat de 16 binnen. Legt hem op Almada. En die wordt geblokt. En oh, jammer. Anders hadden we op 1-0 voor kunnen komen. Gebeurt niet. Narsing hier aan de rechterkant wordt weer weggestuurd. Narsing, hoppatee, met die bekende beweging gaat hij naar binnen. En ja hoor, het is weer Jozef Martinez die gewoon lekker scoort. Hoppatee. En we staan met 1-0 voor. Prachtige actie natuurlijk van onze grote vriend Narsing. En Martinez die scoort die bal. Heerlijk. Kijk, hoppatee, naar binnen. Om zijn verdediger heen. En oh, Martinez precies overal tussendoor. En hij gaat er heerlijk in en het is 1-0. Dan, Karsdorp stuurt die Narsing weg. Dat gebeurt ook vaker. Lekkere tandem daar aan de rechterkant. Oh, zo! Hoppatee! En we staan gelijk om met 2-0 voor. Wat een heerlijke strakke voorzet van Narsing weer. Jongens, die geven daar een partij assist. Dat is niet te geloven. En David in dit geval schiet die bal binnen. En zo staan wij al op 2-0 voorsprong. Ik weet niet waarom iedereen witte mutsjes op heeft. Ik heb geen idee. Daar heb ik niets mee te maken. Maar goed. Het is wel koud. Het sneeuwt ook en zo. Dat zie je. Maar allemaal een wit mutsje, dat vind ik een beetje gek. Dat deden ze vroeger ook. Gingen ze in het bos, gingen ze met witte mutsen en zo. Nee, dat moet je niet willen. Maar goed. Martinez wordt hier inmiddels weggestuurd. Hij is natuurlijk snel, maar is alleen. Nee, is niet alleen, want daar is Narsing. En Narsing, hoppatee, nu scoort hij zelf. Eindelijk weer eens een keer. En oh, wat is die man belangrijk, jongens. Ik wou dat het in het echt zo was. Dat hij echt zoveel assist en goals gaf en maakte en zo. Maar helaas niet.
Maar in FIFA wel, blijft hij gewoon hartstikke belangrijk. Kijk, al die witte mutsen. Ja, ik viel me gewoon weer op. Kijk, Martinez, Hero, goed gedaan. Strak voor, bam, Narsing. En 3-0. Jongens, eerste helft 3-0 voor tegen PSV. Dat is toch lekker? Hup, Narsing gaat zijn mannetje voorbij. Lekker gedaan. Narsing gaat de 16 binnen. Gaat hij hem afgeven op Palmada. En die scoort dan het... Nope. Weer niet. Die mist toch wel eens een kansje hoor. Hij scoort vaak, maar hij mist er ook nog wel eens een. Dat moet beter, denk ik. Dan, haps hier. Haps. Oh, die glijdt er voorbij. Zal met de sneeuw te maken hebben. Is erg glad natuurlijk. Hebben we hier een kans voor PSV. En oh, lekker gedaan door Vermeer. Goed gered. En zo blijft het. Nog eventjes 3-0. PSV Hero met de corner. En Senesi, die had je best weg mogen koppen. Doet hij niet. Oh, jongens. Weg die bal. Weg. Almada, weg. Schiet maar weg. Nou, gelukkig. De scheids helpt een handje. De eerste helft is afgelopen. Gaan we naar de tweede helft. PSV krijgt een corner. Bergwijn gaat die corner nemen. Die draait hem goed in. En oeh, daar wordt die bal van de lijn gehaald door degene die bij de paal stond. Ik heb geen idee wie. Maar hij stond er in ieder geval wel goed op te letten. Dat is fijn. Dan Senesi Hero aan de bal. Op Koopmeiners. Koopmeiners is weer eens aan de bal. Goeie bal naar David. Koopmeiners loopt door. De 16 binnen. David, wat ga je doen, jongen? Ga je zelf schieten? Nee, legt hem op Koopmeiners. Schiet met links. En oh, dat is een beetje een slecht schot. Dat is wel eerlijk is eerlijk. Het was niet een heel best schot. Koopmeiners, dat moet beter. Zeker voor die 14 miljoen die je gekocht hebt. Had je best toch wel een doelpuntje kunnen maken. Maar goed. Hij doet het niet. Jongens, we gaan al een beetje lang naar het einde van de tweede helft. 80ste minuut is het hier PSV in de aanval met Malen. En hier loopt er een speler. Hij heet Ramselaar weg uit de rug van Koopmeiners. Senesi staat ook niet heel lekker op te letten. En dus kan die makkelijk scoren. Hier nogmaals, loopt weg uit de rug van Koopmeiners. Senesi die doet ook gereed. En Vermeer, ja, die gaat wel in de spagaat. Maar dat heeft ook niet zoveel zin. En dus, ja. Hoi! David, die houdt van sneeuw, die denkt ik glij gewoon lekker door. Op de gebeukt die keeper omver. Krijgt hij nog een gele kaart ook. Ja, maakt het allemaal uit. Helemaal niks, want we winnen gewoon. Waren we beter? Niet echt, qua kansen zo te zien. Qua balbezit wel, maar goed, qua doelpunten zeker. 3-1 gewonnen, dus dat is hartstikke fijn. David gescoord, Martinez gescoord en Narsing natuurlijk gescoord. Narsing man of the match, want die heeft ook nog 2 assists gegeven. Hartstikke lekker. Bam. Nou, dacht ik, 18 wedstrijden gespeeld. We zijn net iets over de helft. We staan 3 punten voor op Ajax. En ja, daar staan we gewoon lekker bovenaan. Willem II, RKC, Sparta, MF, VVV. Nou, al de bende staat onderaan. Was wel een beetje te verwachten. Natuurlijk. Gaan we nog eens even naar de spelers kijken. Zien wij dat Tadic momenteel topscorer is. 15 doelpunten in 18 wedstrijden. Bij ons Martinez 12 doelpunten in 8 wedstrijden. Dus hij heeft gewoon 10 wedstrijden minder gespeeld. En maar 3 goals minder. Dus Martinez, jongen, gewoon even doorzetten. Dan word je gewoon lekker topscorer. Is natuurlijk pas later in het seizoen gekomen. Toen waren er al wat wedstrijden gespeeld. En we spelen met een A en een B-elftal. Dus daarom heeft hij er pas 8 gespeeld. Nou ja, maar goed, wel 12 goals. Hartstikke lekker. Dan gaan we hier eens kijken naar de jeugdspelers. Ze hebben weer wat gescout. Nou, alles met een potentie onder de 85, dat doen we niet. Alles daarboven, dat doen we wel. En dus nou ja, hebben we er geloof ik weer een stuk of 3 spelers bij. Hero, Justin Jacobs, je kan er gereed van. Cedric Vos, ik kan er al helemaal gereed van. Cedric Vermeulen, die kan er dan wel weer wat van. Danny Meijer, nou, dat valt een beetje tegen. Goed, weer een paar nieuwe spelers erbij en nou ja, zodoende. Mensen, dit is alweer het einde van de aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe nog even een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. En dan hopen we je de volgende keer weer te zien. Later!